Serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Super Mario Sunshine. Wahoo! Ik ben eventjes gauw naar het mooiste uitzicht geklommen dat ik kon vinden voor deze aflevering. Het was flink wat gedoe, maar ik ben op de vuurtoren geklommen waar eigenlijk pas veel later in de game op hoort te kunnen. Gewoon als zo'n middelvinger naar de game van fuck jou en je regels. Je moet namelijk normaal gesproken met de raketspuit omhoog. Hier nog een keer de raketspuit gebruiken, dan ground pound en dan komt er een ster uit. Ja, dat heb ik niet gedaan. Ik ben via allemaal gebouwen, zo ben ik, parcours. En ik zie hier beneden een man die sowieso mijn hulp kan gebruiken. Oh, zit even vast in het zand. Hallo daar meneer, u staat in de vuur. Oftewel, ja, weet je, je brandt een beetje af. En weet je, het moeilijkste gedeelte hiervan is het gedeelte waar je gewoon letterlijk naast water loopt. Hier is water! Wil je dood of zo? Wow, je hebt me gered. Hier, super bedankt. Wauw, blauw muntje. Dit is echt fantastisch. De vorige aflevering heb ik eigenlijk alleen maar een beetje lopen kut in de allereerste wereld. En ik heb jullie beloofd dat gaan we niet nog een aflevering doen. Nou ja, uiteindelijk wel. Alleen ik ga niet nog een aflevering dat achter elkaar doen. Er is gewoon weinig aan. Het is makkelijk. Ik ben fantastisch. Het is niet eerlijk. Het leven is oneerlijk. Allemaal van dat soort uitspraken. Dus we gaan nu lekker naar deze wereld toe. Een hele leuke wereld. Een rustige wereld. Een symfonie. Dat leuke kinderopgedantje. En dan... Vandaag spelen wij Ontkurk de Waterval. Ik vind deze wereld zelf best geinig. Het is een wereld met vervuild water. Het is de aarde over een paar jaar als jullie niet je plastic uit de zee halen. Dat is misschien wel de message. Misschien is dit wel een hele environmental message van een samenwerking tussen de Nederlandse spoorwegen, Nintendo en Greenpeace. Geen idee waarom de Nederlandse spoorwegen erbij zitten. Die zorgen er gewoon voor dat het allemaal niet te snel gaat. Dat het project gewoon een paar jaar duurt voordat het af is. Het water is dus heel vies. En halverwege deze wereld zijn ze met 8 episodes. En voor mij bij de 5e of de 4e is het water opeens schoon. Want dat heb jij dan gedaan en de wereld is dan beter. Er zit ook allemaal smurrie op de muur. In gekke figuurtjes. Kijk, als je smurrie op de muur doet, oké. Maar ja, gekke figuurtjes, is dat nou wel nodig? Maar ja, aan de andere kant, dat is eigenlijk ook wat graffiti mensen gaan doen. Doe smurrie op de muur met gekke figuurtjes. Er vallen ook wat... Oh shit, ik ga... Nee, ik moet niet vallen. Oh, kijk, nou in één keer is het wel open. Oké, dan. Leuk. Wat je moet doen is deze berg beklimmen. Bovenal... Weet je wat er bovenaan de berg zit? Een bever. In een kanon? Ja, ik weet het. Ik weet het. Dat is, ik weet niet. Dat is denk ik de aardsvijand. Ik dacht altijd dat koolstofdioxide uitstoot en plastic in de zee de vijanden waren van de moderne natuur. Nee, het zijn bevers in kanonnen. Dat zijn de echte vijanden van de mensheid hier, jongens. Weet je wat ook een vijand van de mensheid is? Niet genoeg water hebben om zo meteen boven te komen. Dat is ook minder. Je moet een beetje water daarin schieten. Beetje meer, ja... Ik vind dit ding heel tof. Het is een beetje een whipwapje. Een whipwapje. Dan moet je deze dolfijn even wegspuiten. Dolfijn aan de kant. Dankjewel. Dan kun je daarop springen. Hartstikke leuk. En dan kun je daarin. En uiteindelijk is hier dus ergens een bever in een kanon. En dan slopen we die bever. En dan gaat die bever dood. En dan gaat hij naar de hemel. Naar de beverhemel. Hoop ik voor hem. Het is hem gegund. Zelfs de slechte mensen kunnen zich nog bekeren. En kunnen dan uiteindelijk in de beverhemel terechtkomen. Als je hier valt en je valt naar beneden... En er zijn er meerdere dingen die zich af... Fucking! Waarom? Nee, Mario! Mario, what the fuck? Niet glijden doen! Nou ja, je glijdt wel. Een glibberige gozer is het wel, hoor. In een glibberig ventje. Fuck! Een vieze bal. Een vieze bal in mijn gezicht. Oké. Okay. Ik ga even hier staan dan. Hopelijk vallen er geen ballen in mijn gezicht. En dan spuit ik even die octopus... Doodshoofdschedel. Ik moet even dat bovenste stukje wegspuiten. Want ik kan er net niet bij. Kom op, ja! Oké, okay, ja, we zijn bijna boven dus. We zijn bijna boven bij onze hele goede vriend. Nee, shit. Nee, glijbaan. Oh. Ik raak hier echt seksueel gefrustreerd van. Zo. Is dit goed genoeg? Is... Nee. Ja, cool. Ik ben er. Oké, okay, nou. Meneer de bever, prepareer je anus. Want ik ga die kurk uit je reet halen. Ja, weet je, die bever had dus gewoon het idee van, weet je, hoe kan ik nou echt de wereld gewoon fucken? Dus van ja, weet je, als ik nou gewoon een kurk in de waterval stop, dat zou nog eens een goede 1 april grap zijn. En zo geschiedde het. De bevers stoppen hun kurk in de waterval en het schone drinkwater was niet meer. Die plek daar zitten wij dus een plek waar je een blauw muntje kan vinden. Maar daar zijn we hier niet voor. Ik ben hier met een missie. En die missie is... Nou, dat weet ik eigenlijk ook niet. Hé, wat is hier eigenlijk? Ik ben ook helemaal verdwaald. Wat moet ik nu ook weer doen? Er is iets met een klein trampolinetje. Dat weet ik nog wel. Iets met een klein trampolinetje. Dan weet je toch dat je het goed doet. Ik zie ook een blauw muntje daar trouwens. Ik zie hier...
Daar zie ik ergens een klein trampolinetje en daar is dus een blauw muntje. Waar is een blauw muntje, Rick? Nou, daar. Wow. En ik weet dat hier ergens ook een geheime gang is waar je een ster kan halen. Maar het eerste even is deze geheime gang checken. Oeh, weet jij... Ik schrok! Jullie me schrikken, enge vogel. Nou, daar zit dus helemaal niks in. Is het nou een geheime muur of zo? Hoe werkt dit? Hoe werkt dit? Help. Overheid. De overheid doet niks. Nou, Rick, heb je behalve lulkoek ook nog iets leuks te vertellen deze aflevering? Wat denk je zelf? Nee, oké, next. Hier is er nog een klein trampolinetje. Daar moet je echt fan van zijn, hoor. Hallo, meneer. Even praatje maken. Oh, ben jij Mario? De man daar beneden is mijn leraar. Ik bedoel, mijn opa. Hehe, wat is het verschil? Kurk is verderop. Ben wees voorzichtig. Anders dan, ja, is er een bever in een kanon. Dat wil je niet. Dat wil je niet goed. Nou, pak even dit ding op. Het doel van de serie is trouwens voor mij nog steeds persoonlijke doelstellingen. Die moet je ook zetten, weet je. Als je ver wil komen in het leven, moet je gewoon persoonlijke doelstellingen. Ik hoop 100 shines te kunnen halen. Het is een vergegooide ambitie. En of we het gaan halen is dan maar de vraag. Maar we hebben 30. Dat is een goed begin. En dat is... Wat is dat een goed begin, kijker? Het helft. Nee. Als je daar naar beneden valt, denk je dat het niet erg is? Het wel. Dat kan ik jij wel vertellen. Wat het probleem is, deze man gooit dus heel veel bommen. En af en toe besluiten die bommen opeens te gaan ontploffen en zo. Oké, ik heb hem één keer geraakt. Oh shit! Shit, allemaal bommen. Allemaal dood en verderf. Je moet bommen naar hem gooien. Nee, alleen als je er vanaf valt, dan kun je helemaal... Shit, omhoog, opnieuw omhoog klimmen. Dus je moet er vooral op letten dat je moet een aanloop nemen. Je moet die bommen gooien met zo'n effectje. Je moet ook niet te ver naar voren lopen, want dan, dan verpest je het een beetje voor jezelf, hè. Verpest je het voor jezelf en voor de anderen. Dat is nogal het ergste. Die ene persoon die er voor de hele groep verpest. Nou, in ieder geval, ga weg. Gekke bever in een kanon. Ga aan de werk zoeken. Nee, ik vond het zo'n leuke baan. Nee. Woe. Hij wordt zo door ontkurkt. Later, biatch. En daar zit in... Een gulden shine. Nee, graag, daar heb ik hard voor gewerkt. Laten we weer dat gekke trucje doen met Flut. Omdat ik toch niks leukers te zien en laten zien heb. Wow, kijk naar Flut. Hij wordt helemaal wild. Wauw. Yeah, we zijn 7 minuten en 20 seconden bezig. En ik heb al iets bereikt. Yes. Yes. Nou, tof dat je nog kijkt. Gewoon dat je in het algemeen nog kijkt. Dat doet me echt goed. Ik kom vandaag terug van een première van Taart. Taart. Het is een kinderserie. Ik ga er niet te veel over vertellen, want dan denken jullie weer... Oh, Rick heeft deze video betaald om allemaal dingen over Taart te zeggen. Hoe fantastisch het was. Het deed me heel erg denken met een glimlach terug aan Otje. Dus ik ga gewoon de hele video over Otje praten. Dat is een fucking goed idee. Otje, ik ken de intro nog uit mijn hoofd. Dan weet je dat het een jeugdserie indruk heeft gemaakt. Otje. Ik ben Otje. En mijn vader die heet Tos. We hebben geen papieren. Daarom zijn we soms de klos. La 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 la. En zoeken naar een baan. Je bent ontslagen. De dieren wijzen ons de weg. Ik kan ze verstaan. Oh, Tos liep Tos. Gooi de remmen nog niet los. Even smoesen met de poesen. Even kletsen. Maar waar is hier die geheime shine? Maar in ieder geval wat je moet weten van Otje is, ik vind het vanzelf wel een fantastische serie. En oprecht echt een fantastische serie. Het gaat over Otje en haar vader. En die vader heeft altijd gigantische driftbuien. Hij is gewoon een heel kort lontje, die man. Hele lieve man. Alleen als je hem boos maakt, moet je gewoon niet fucken met Tos. En hij heeft geen papieren. Dus iedere keer als hij gaat werken, op een gegeven moment vragen ze aan onze papieren. En dan, papieren. Dan slaat hij alles helemaal kapot. Wat een goed idee voor een kinderserie eigenlijk. Papieren? Ik sla je helemaal kapot. Wat dacht je daarvan? Ja, dat is best normaal. Vandaag de dag heb je dat niet eens meer. Is papieren dan gewoon je cv? Want die kun je gewoon uittypen, Tos. Zoals je net al zag, was er een van de grappenmaker daar. De gouden grappenmaker. Kom eens hier, grappenmaker. Oeh, ik spuit je nat. Ik dacht al van, hé, dit is vast de geheime gang die we zoeken. Harry Potter en de geheime gang. Die is nieuw. Als je die bitch nat kan spuiten, voordat al je water op is, dan krijg je een shine van hem. Moet hij lief is. Wordt natter de datter. Ik weet niet of je zoveel watertjes op achter elkaar moet schieten. Of dat hij gewoon een soort van teller heeft van, oeh. Die moet me zo vaak raken. Raak ik hem eigenlijk door die plant heen? Staat hij nou gewoon weer stil? Bitch. Bitch, please. Yay! Ik krijg een shine! Maar ja, Otje was echt een fantastische serie. En zoals de intro ook al zei... Otje, je kan dan met dieren praten. Otje kan dat gewoon. Otje was een meisje, maar het was ook half een jongen. Ik weet niet eens echt zeker wat nou echt de seksualiteit... slash geslacht van Otje is. Maar Otje is wel een sexy bitch.
Of nou, man of een vrouw. Ik zou Otje doen. Hoe gaat het anno vandaag met Otje? Misschien heeft Otje al dikke tieten. Misschien wel. Misschien is dit de reden waarom ik al mijn vrouwelijke kijkers kwijt ben. Toen ik echt begon met YouTube, heb ik net mijn eerste 1000 abonnees, had ik gewoon 33% vrouwelijke kijkers. Voor gaming, niet verkeerd. Nou heb ik het 12. Misschien ging het verkeerd toen ik dingen ging zeggen zoals ja, hoe zou het nu met Otje gaan? Denk al die meiden, ah. Oh, hij keek vroeger een jeugdserie, nou is hij benieuwd hoe het gaat met die kindacteur. Misschien heeft ze wel dikke tieten. Ik ben erg sympathiek. Subtiel ook, ja. We gaan er met jou kijken. Sinds je al 2 jaar kijker bent, heb je ondertussen ook dikke tieten, of niet? Oh, ik lach je ook gewoon uit. Misschien lach ik je toe. Misschien lachen we samen. Wat heb je het liefst? Ik bedenk me ook wel, in dit level moet 100 muntjes halen zijn. Niet heel moeilijk. Je kan natuurlijk in ieder level 100 muntjes halen. Dat is een shine extra. Ja, als je uiteindelijk 100 shines wil halen, is het ook best wel aan te raden. Ja, dit level, ik heb er nu al 12. Ik bestaan net een paar seconden. Je kan beter wel een level doen waar het water ook schoon is. Want ja, allemaal leuke dingen te doen op het water. Ik ga gewoon een beetje rondneuzen momenteel. Want ik weet, ja, we moeten toch blauwe muntjes verzamelen uiteindelijk. Als we de game, als we veel shines willen, moeten we ook veel blauwe muntjes verzamelen. Dat kun je eigenlijk doen. Nog meer muntjes! Nou, ik ga nu dus niet voor die 100 muntjes. Maar uiteindelijk, ooit op een dag in mijn YouTube carrière zal ik die 100 muntjes bereiken. Maar ja, ik denk dat de meeste van jullie Otje wel kennen. Anders echt. Als je mij super blij wil maken, moet je me echt gewoon een keer Otje sturen op DVD ofzo. Ik heb 1 videoband waar mijn vader gevonden. Ik had echt de 2e videoband. En ik heb alleen geen videobandspeler meer. Maar behalve dat. ja, ik vond het echt een topserie. En ja, de taart waar ik vandaag heen was best wel aan het denken. En ze hadden ook daadwerkelijk taart. Als ze geen taart hadden bij de première van taart, had ik dat zo leem gevonden dat ik gewoon echt, ja, zei ik, ja, dat vind ik stom. Had ik dan echt gewoon volop gezegd. Gewoon tegen die mensen uit de serie. Hé, leuke serie, maar waar is je taart? En dan, ja, sorry Rick. We weten hoe influentieel je bent op het internet en hoe belangrijk. En als je met Rick fuckt, dan fuck je met de wereld. Dus ja, we gaan nu een taart voor je halen. En zo geschiedde het. Ik zag wel blauwe muntjes op het water. Dus van ja, ik kan wel gewoon de video afmaken, maar ik kan ook... Dat zijn best wel veel trouwens. Waarschijnlijk gaat het bootje wel kapot als je ergens tegenaan botst. Dus doe dat maar even niet, Rick. Nou is de vraag, hoe kom ik bij die blauwe muntjes daar? Want je moet wel echt tussen dingen door en zo. Je kan er ook heen zwemmen, maar dat is niet de slimste manier om het te doen. Ik moet denk ik echt tussen die dingetjes door. Zo, ja. Ik ben dus alleen bang dat als we botsen dat ik doodga. Ik ben niet zo'n fan van doodgaan. En waarschijnlijk gaan die vissen me ook best wel aanranden. Ik ben ook niet zo'n fan van aanrandingen. Gewoon er doorheen, Rick. Boeien. Oh, dat ging echt... Nee, shit. Oh, ja. Nee, oh, poep. Nee, poep. Nee, andere kant op. Nou, laat maar zo. Wee. Bootje, draai. Nee. Oh. Ik wil gewoon Blue Moon. Ik wil gewoon Blue Moon, meneer. Nee, meneer, nee. Zeg ze mijn water op. In een zee van water is mijn water op. Ik heb het wel weer getroffen in het leven. Wee. Full speed ads. Waar gaat het bootje achteruit momenteel? Misschien gaat hij daarom minder snel. Boeien. Maar ik dan er weer uit. Als ik dat blauwe muntje maar krijg, vriend. Ik ben je vriend niet, vriend. Oh, nou, sorry, vriend. Ik ben je vriend niet, maat. Nou, ik ben je maat niet, vriend. Dat is een beetje achter. Een beetje achter. Waarom is hier één vlek blauw? Kan ik daar wel in? Shit, poep. Oh, man. Ik moet even proberen mijn bootje daaronder stil te zetten. En dan kan ik vanaf hier makkelijk naar dat andere blauwe muntje. Als je de 1 hebt, krijg je de 2e haast gratis. Dat is ongeveer hoe mijn supermarkt ook het logo is. Ja, als je 2e ongeveer gratis. Ik ga niet zeggen dat die echt gratis is, maar... Het zou zomaar kunnen dat je bij de kassa in één keer een fixe korting hebt. Die 2e, ja. Het is gewoon... koper 1, kijk, bij de kassa zie je vanzelf al hoeveel de 2e kost. Ja. Ik denk dat wel binnenkort is dat echt helemaal hip. Op YouTube en zo ook. Ik wil echt dat ik eens niet doodgaan bij het pakken van dit muntje, zeg maar. Dat de dingen die ik momenteel probeer te bereiken in mijn leven. Nice. Oké dan. Ik heb nu dus vet weinig water. Had je misschien al door. Even naar de andere kant knallen. Dus in deze video die veel te lang gaat duren, zeg maar. Ik knal er wel recht heen. Goed zo, Rick. Dat zal ze leren. Mayonaise. Wee. Oh shit. Oké, nu kan ik zoveel doodgaan als ik wil. Het kan allemaal gestolen worden, jong. Oké, ik wil niet dood. Ik, Mario Salami, wil niet dood. Oké, yes, ik leef nog. Wauw, ik ging niet dood. Hij ging niet dood. Yes. Eens even kijken. Volgens mij moeten we van de storyline hierheen. Ik denk dat ik jullie gewoon ga bedanken voor het kijken van deze aflevering. En dan ga ik de volgende aflevering gewoon hiermee verder.
Want ja, ik probeer dat mijn video's gewoon een beetje rond die 15 minuutjes te houden. Sorry daarvoor. Sorry dat ik ook gewoon binnenkort moet gaan studeren. En ik weet niet wat dat er precies mee te maken heeft. Dus niet in één keer uit te leggen. Maar ik ben nu een beetje een voorraadje aan het aanleggen voor dingen. Dat ik zeg maar binnenkort, als ik weer een dag doodongelukkig ben met mijn studie. Dat ik dan niet ook nog eens video's hoef op te nemen. Dat ik ze gewoon klaar heb liggen. Het is vooral mijn tijd. Weet je, het zal best vaak gebeuren dat ik gewoon om 8 uur thuis kom. Ja, dat is gewoon handig als je, terwijl je om 8 uur 's morgens wegging, is wel handig als er al video's klaarstaan gewoon. In dit de gekke doolhof liggen ook al flink wat blauwe muntjes volgens mij. Daar heb je er een! Verdomme. Moet ik hier nou gewoon wachten? Hoe pak ik dit? Ik ga wel gewoon wachten. Hey, blauw muntje! Kom eens hier, wat er trouwens gebeurt, dit doolhof trekt zich langzaam in. Langzaam één voor één gaan de stukjes in. En ik denk als ik dan eventjes spring, dan kan ik dat blauwe muntje pakken. Ga, trek eens in! Waar betaal ik je voor? Nou, je betaalt me technisch gezien. Hou je mond! Ik betaal je met mijn liefde. En serieus, dit hoort in te trekken. Ik snap dat je mijn ex... Oh, fuck. Nou, dat was niet zo'n succes, of wel dan? Nou, hier zit ook iets onder. Pak het. Maar welke heeft het blauwe muntje? Welke heeft het blauwe muntje? Nee. Oh, het is wel heel dicht bij de grond trouwens. Ik heb er een! Ik heb er een. Dankjewel. Bedankt kijken op deze aflevering. Vergeet de video niet even zo'n leuk duimpje omhoog te geven. Oh, sorry microfoon. Sorry, kunnen we niet uitpraten. Dan bedankt je voor het kijken van deze aflevering. Volgende aflevering. Meer Super Mario Sunshine the Game. Met Mario en een beetje Super en een beetje Sunshine. Je kent de game. Je kent de principes. Ik dacht dat dit een elastiek was, maar het is gewoon een Wii controller. FIFA Pinata. Ik ben een boer. Bedankt kijken van deze aflevering. Sommige mensen kunnen een lepel op hun neus, maar ik niet. Tot de volgende aflevering. Doei!